In deze les ga ik je leren hoe je kittens zindelijk moet maken. Je wil natuurlijk niet dat je kitten je huis onderplast en onderpoept. Daarom is het belangrijk je kitten van jongs af aan te wennen aan de kattenbak. Als je kitten zindelijk gaat maken, is het belangrijk dat je de juiste kattenbak hebt. Ik ga de bak nu voorbereiden, zodat je de juiste startpositie hebt om je kitten zindelijk te maken. De kattenbak is klaar. Ik leg de schaar even weg, wel zo veilig. Je vraagt je misschien af waarom ik nou de kap niet terug doe op de bak. Voor kittens is het heel belangrijk dat ze in eerste instantie een open kattenbak hebben. Dus in het begin doe je nooit de kap terug op de kattenbak. We gaan de kattenbak nu op de juiste plek zetten. Ik zet het grit even weg. Hier is een prachtig plekje voor de kattenbak. En dan gaan we een kitten op de kattenbak zetten om te kijken wat hij ervan vindt. Je ziet dat ik het kitten nu even in de kattenbak heb gezet. Ik doe verder helemaal niets. Ik ga niet graven, ik ga hem niet dwingen. Ik laat het kitten gewoon snuffelen en we kijken wat hij doet. Kitten zindelijk maken is in feite helemaal niet zo moeilijk. Maar het is wel belangrijk dat je zorgt dat ze in het begin niet te veel ruimte hebben en dat je voldoende kattenbakken neerzet. Je kitten zindelijk maken is in feite een klein klusje waar je een hele hoop profijt van hebt. Heb jij nou ook een vraag of een probleem met je kat? Laat het me weten en ik ga je helpen.